een klein verslagje vanuit het zonnige Porto. Net de halve finale EK Masters gespeeld in de categorie 35+. De rookies categorie. Iedereen vraagt ook of ik wel 35 ben, maar ik ben toegelaten, dus het mag. Ik heb tegen een Engelse dame moeten spelen, center court. Dat was wel even spannend. Ging op zich goed. Fysiek is het alleen een beetje zwaar momenteel voor mij. Het is al 3 maanden geleden een echte wedstrijd gespeeld. In de laatste maand na mijn blessure pas weer wat kunnen spelen. Maar vooral Karel en Mark hebben mij op de club erdoor geholpen de afgelopen 2 weken. Door wat wedstrijden te spelen en mij af en toe misschien te laten winnen. Goed voor mijn zelfvertrouwen. Morgen om 3 uur de finale tegen een Duitse dame. Ik heb ze net niet kunnen zien spelen, want het was tegelijkertijd met mij. Er zijn 330 deelnemers aan het toernooi, verdeeld over alle categorieën. Ik zal nog eens even wat filmpjes maken, vooral de 70+ categorie, dat is echt geweldig om te zien. Ik ga nu even rekken en strekken, hier op het voetbalstadion, achter mij. Dat kunnen jullie zien, hieronder zit het squashcentrum en ik ben nu even lekker buiten aan het genieten van de zon. En jullie worden op de hoogte gehouden. Oké, tot later.